Goedemorgen, Jalen. Jalen krijgt vandaag zijn 5 maanden prik. Vorige keer deed hij het hartstikke goed, dus ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Hey, consultatie met mijn mama, hè? Nou, dat was het weer. Een TikTok viraal pasta maken, maar ik geef er mijn eigen draai aan. Een blokje erin. Goedemorgen, ik heb me lekker opgefrist en deze kleine mam aankleden. Hij heeft vannacht echt super goed geslapen. Alleen hij had tussendoor wat huilkreetjes tussendoor. Ja, dat vind ik niet gek. Want hij heeft dus gisteren die vaccinatie gehad. Ik ga hem eerst even lekker aankleden. En dan gaan we lekker met z'n allen naar beneden. En toen ging de deurbel. Mooie foto met je jongen. Tada! Nou, ons pakketje is binnen. Geen reclame, maar dit is wel leuk om even te laten zien. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik hoop dat het vandaag een wat betere dag is met Jalen. En ik heb gisteren ook geprobeerd om wat dingen in huis te gaan doen. Maar ja, hij was zo hongerig. Kijk dan, poepie. We gaan eventjes wat klusjes doen. En wachten op Jos, want Jos die heeft lekker vroeg weekend. Vanmorgen de kinderopvang heb ik afgebeld waar we zouden gaan kijken. Want ik wist niet zo goed of Jalen er echt voor in de mood was. Omdat hij die vaccinatie heeft gehad. Maar het gaat nu tot nu toe prima. En als wij boodschappen gaan doen, dan denk ik van nou, dan kunnen we ook wel even kijken. En wat leuk is, we mogen er even met z'n tweeën heen. Dus dan doen we dat direct even. Samen. Volgende opvang ga ik lekker met Jos bekijken. Dat is wel hartstikke leuk. Nou, Jos die zegt van, nou die vertrouwt me wel. Maar ik vind het natuurlijk wel leuk als we als ouders samen dit ook kunnen bekijken. Moet ik ook nog wat kaas meenemen of is het genoeg? Ja, het wordt genoeg, dat. Behalve doen we elke dag. De een dag, andere elke andere dag. Weer dan genoeg. Zijn we weer?
Boodschappen gedaan. Boodschapjes gedaan. Weer uitruimen. Lekker in mijn badjas. Ik ga even eten bestellen vanmorgen. Ja, Jos wil versieringen voor zijn 30ste verjaardag, dus ik ga hem even verrassen. Heb je daar de paard? Ik zie het nog wel, ja. Nee, je ziet... Ik ben nog geen 30, zondag pas. Ja, maar ja, jij wou versieringen toch? Jalen is ook klaargemaakt, hij matcht wel een beetje bij mij. Een tijger en een... panter. We hebben even een bestelling opgehaald, Yumi. We hebben een date night, sushi night. Ja. Lang is geleden dat we sushi hebben gehad. Sorry. Met Valentijnsdag. Valentijnsdag vorig jaar. Nee, Valentijnsdag dit jaar nog. Oh, ze hebben Mr. Sushi geweest. Nou, Mr. Sushi. En nu hebben we eens een keer weer Yumi gedaan, want wij... Wij hebben ook alle sushi tenten gehad hier. In Assen wel. Mixje. Wat vind je van het drankje? Lekker fris. We gaan toch nu alvast wat uitpakken, want omdat we nu met z'n tweeën zijn. Dankjewel. Voor ons 3 dagen feest. Sluiten we hem, voor vandaag sluiten we hem ook lekker af, want we gaan lekker samen chillen. Ja. Ik heb even lekker gedoucht. Jos heeft zijn nieuwe polo aan. Show me even, Jos. Zeker. Ja, ik dacht, Jos is nu nog thuis, maar hij gaat zo mijn schoonzus ophalen. En ik denk, als hij thuis is, dan kan ik gewoon lekker rustig douchen. Want Jane was echt weer onrustig vandaag. Sprong 5, alles sprongen bij elkaar. Ik moet nog even de kip marineren voor morgen. Hi, ik ben hier de kip eventjes aan het marineren. Ik gebruik hier chachilkruiden, currypoeder, gehakte knoflook en paprika poeder. Ook heb ik hier zout en peper aan toegevoegd. En wat ik er nog meer aan toevoeg is een beetje wokkenolie, vissaus en oestersaus. Dan hussel ik het even door elkaar heen. Omdat je de kip niet zomaar kan proeven, ga ik even naar de kleur kijken. Als ik vind dat er nog niet genoeg marinade is, dan voeg ik er nog wat aan toe. En voor mij is het precies goed als de kip, alle kip heel mooi in de marinade ligt. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En vervolgens hussel ik het nog even door elkaar. Zodat het lekker goed in de marinade ligt zoals je hier ziet. En klaar. Yeah!
Bart. Goedemorgen. Jossie is vandaag jarig. We zijn alweer vroeg wakker. We hebben gisteren heerlijk gebarbecued en we hebben nog even met z'n allen een borrel gedaan. Mijn schoonzus is blijven slapen. En wij zijn nu er alweer lekker vroeg uit, want deze man die was om 8-9 uur al wakker. En we gaan zo lekker een ontbijtje voorbereiden. En dan beginnen we onze dag. En het is dag 3. Dit jaar echt veel gedaan met onze verjaardag, kan ik wel zeggen. We gaan vandaag weer de barbecue aanzetten. Wij zijn thuis, weer voorbereidingen doen voor de volgende barbecue. We gaan weer lekker barbecuen. Goedemiddag, het is maandagmiddag en het is vandaag mijn verjaardag. Yay! Ik ben vandaag 24 geworden en dat hebben we de afgelopen weekend gevierd zoals je zag. Vandaag is het gewoon een normale werkdag voor iedereen, dus Jos is gewoon aan het werk. Inmiddels al een ochtendje erop zit, ik had een telefonische afspraak. Jen heeft lekker fruithapjes gehad en de fles gehad. En nou is het eigenlijk tijd om hem een dutje te laten doen. Voor vandaag heb ik niet heel veel op de planning. Maar we gaan vandaag wel nog even mijn verjaardag vieren. Dus we gaan nog even lekker hapjes eten en dingen doen. Jos is morgen vrij met Koningsdag. Dus dan gaan we ook even lekker met het gezin erop uit. Kijk eens, schat. En een bosje voor jouw verjaardag. Awww. Met die bloemen aan. En die wil weer terug. Ja, van hallo. Oh ja, ik heb de verkeerde. Nou, kijk. Een mooie bouquetje van Jos en Jalen. Hoe leuk. Ja,